als je in een stad als Seoul bent, dan ontkom je er niet aan om de nodige technologie te checken. Daarvoor zijn we hier tenslotte. En daarom zijn we nou in Yangseng, ja, zo heet het echt, Yangseng Technomarkt. En de Technomarkt is een extreem grote winkelketen met een shitload aan gadgets. Gaan we even checken. Komt-ie. Kijk, mocht jij nou een beetje zenuwachtig zijn dat er in je huis het nodige gejat wordt, is hier een oplossing. Een winkel vol met beveiligingscamera's. Lopen we door, hier. Even kijken. Terwijl hier de plaatselijke mensen lekker een kopje koffie doen, lopen wij door naar de, hallo, deze winkel. En deze winkel verkoopt nog ouderwetse Polaroid-achtige camera's. Met lekkere meisjes op de voorkant. Altijd goed. Mocht jij dan denken van, nou, na al die foto's wil ik even wat anders. Gewoon een robbertje muziek luisteren. Kan ook gewoon, want daar, beste mensen, hebben we zo'n winkel voor. Hallo, zo'n winkel voor. Speakertje kopen. Wat hebben we hier nog meer? Van alles wat erg hip hier. Speakers met daarin een digitaal framepje. Kun je dus Coldplay luisteren en kijken tegelijk. Hoe hip is dat? Techniek staat voor niks. Gaan we snel naar boven. Wat een avontuur hier, zeg. Wat een gadgets. Ongelooflijk. Technologie van de wereld dit, hoor. Hyper state of the art. En nou komen we in het mekka van deze techno-market. Samsung. Merkloos. Muisje kopen, iemand? Op zo'n scherm lijkt zo'n meisje nog veel leuker. 4x3. Hoe hip is dat? Even zitten. Kijk, als je nou bij de Aldi gaat winkelen, dan zie je over het algemeen alles in dozen staan. Nou, dozen. Overal dozen. Yeah. Dit is een high-end box, dames en heren, hoor. Vergis je niet. Dit gaat hard. Een echte Brits. Wie wil dat nou niet? Nou, dit was een klein inkijkje in hoe technologie minder Seoul te werk gaat hier. Ik ben er even klaar mee. Dus ik ga nu gewoon weer terug naar de echte gadgets van deze wereld. Maar het bruist wel hier. Het ongelooflijk bruist hier. En ik heb Aziaten boos gemaakt. En dat is altijd goed.